We staan hier in de schaduw van de Lambertuskerk in Rosmalen. Even verderop woont Wim van Grinsven, een man met een bijzondere hobby. Wij hebben vandaag een afspraak met Wim om over zijn hobby te praten. Wim, mogen wij jou even plagen? Ja hoor, maar ik heb eventjes nog wat te doen. En dan heb ik tijd voor jou. Wanneer is jouw hobby begonnen? Heeft dat iets met jouw vak te maken? Nee, het is begonnen met een cadeau te maken voor 25 jaar bestaan van de zaak van mijn zoon. En daar heb ik een bloemstuk voor gemaakt. Waar werk je mee? Met afvalkoper, alles. Als ik daar nou een klein beetje vertaal, dan koop jij nooit van zijn leven iets? Nee. Volgens mij hou jij veel van vogeltjes. Ja. Dat klopt. Dit is jouw eerste vogeltje, Wim? Ja, dit was mijn eerste vogeltje en dat waren fantasievogeltjes. Alles is van afval gemaakt en het onderstukje, ja, dat is gewoon een mineraalstukje wat ik op de markt heb gehaald. Maar op een gegeven moment werden ze groter, de vogels, hè? Ja, toen werden ze steeds groter en die heb ik binnen staan. Daar kwam hij, ik ben met de Koperslaatsclub in een bos en onze voorzitter die zegt: Wim, je kunt alleen maar kleine vogeltjes maken. Zei, nou, de volgende keer kom ik terug en dan breng ik een grote vogel mee. En toen heb ik deze arend gemaakt en die is 75 centimeter hoog. Hij weegt 14 kilo en er zitten 1400 veertjes aan. En ik heb er 270 uur aan gewerkt. En toen hoefde ik niks mee te maken, want toen wisten ze wel dat ik ook grote vogels kon maken. Waar haal je de originele platen vandaan? Nou, ik kijk op de computer hoe de arenden eruit zien. En ik wist niet dat er zoveel arenden bestonden, maar er waren 58 soorten. En dan heb ik er eentje uitgezocht. En dan heb ik er via de computer gemaakt. En die oogjes, waar waren die vandaan? De oogjes, daar zijn oogjes die kunnen emailleren en erin zetten. En allemaal van afval weer? Alles is van afval. Ook alle veertjes, ik heb het gemaakt van de afval van de bar van de Geffense Barrière. Daar heb ik schilderij uit gemaakt en de afvalknipsels heb ik deze vogel gemaakt. En dat zie je nou in je huiskamer? Ja, hij blijft hier in de huiskamer en hij gaat nooit meer weg. Hebben jouw kinderen of kleinkinderen ooit gevraagd om iets voor hun te maken? Ja, een vogelvlucht in Drielijk te maken. Heb jij iets met Jeroen Bos? Ik zie hier een tekening liggen. Ja, ik ben bij de Emailleurclub in Ravenstein. En toen werd gevraagd aan alle leden om iets te maken van Jeroen Bos. Ik ben een foldertje gaan halen. Ik zie daar een groep vogels staan in de Drielijk. Ik denk, ja, dat kan ik wel maken. Toen heb ik daar een foldertje meegenomen, dan waren ze nogal klein. Ik heb op de computer bekeken, een uitdraadje gemaakt van die vogelgroep. En dat heb ik nagemaakt, maar niet helemaal Jeroen Bos, maar alleen de vogels heb ik gebruikt. En de rest is allemaal eigen inbreng. En dit komt nou in 2015 in Ravenstein in een museum staan. Maar elk vogeltje in de schilderij kan eraf, hè? Elk vogeltje in de schilderij is allemaal dementabel. Ze kunnen allemaal eraf, alles kan gedementeerd worden. Ik kan eventjes pakken. En dan kun je de achterkant zien, alles zit in schroefjes vast. Ieder onderdeel kan eraf. Dus heel de schilderij is dementabel. Ook de lijst en alles heb ik zelf gemaakt, ook van messing en geëmailleerd. Dit is een pimpelmees, ik maak dan vogels. Ik heb een ei gemaakt met een vogeltje dat het kopje kan draaien. Handjes met armbandjes dat die ei vasthoudt, want dit vogeltje
wil zijn ei niet kwijt en daar blijft deze vogel behouden. Dit komt ook in Ravenstein in het museum staan. Daarnaast heb ik ook een ei gemaakt, ook met draaibare kop. En deze vogel blijft in zijn ei, ook het thema Jeroen Bosch. En toen heb ik nog een ei gemaakt, met ook een draaibare kop, handjes en ei. En deze vogel gaat met zijn ei vliegen. Je bent met koper begonnen, maar op een gegeven moment ben je iets anders gaan doen. Ja, 4 jaar geleden kwam ik een kunstenaar tegen, Huub Blauwme uit den Bosch. En die heeft mij het emailleren geleerd. Hij wou zijn kennis overdragen omdat ik zo'n mooi koperwerk maak. Hij zegt, als je hier gaat maken, gaat de wereld voor je open. Dan kan je de vogels helemaal op kleur maken, op echtheid. De eerste vogel die ik maakte, heb ik uitgevoerd met 8 meter zilver. En vliegende, de pootjes zijn van thermokoppels gemaakt van cv-ketels. Alles is een onderdeel uitgevoerd en later ingebouwd. En die was zo mooi dat ik direct overal uitgenodigd werd op verschillende evenementen. Ben jij een bierdrinker? Ik zie daar bierpullen staan. Nou, de Koperslagersclub in Den Bosch, die kreeg een opdracht om bierpullen te maken, 20 stuks, met een groot embleem van 75 bij 75. Want die bierbrouwerij die is gestart misschien 1 jaar of 2 geleden en die wou alles hebben van de Koperslagersclub. Ik heb het embleem gemaakt en andere leden hebben allemaal bekers gemaakt en ik heb er ook een stel voor mijn eigen nog gemaakt. En dat was allemaal gemaakt van afval van regenwaterafvoer. Alle onderdelen is allemaal afval. Wim, ben jij ook nog muzikant of heb jij iets met muziekinstrumenten? Helemaal niet. Ik heb een vioolbouwer opgebeld en gevraagd of ik voor een paar maanden een viool mocht hebben voor na te maken. En dan heb ik er eentje helemaal van koper gemaakt, helemaal op schaal, zo een echte viool is. En er zitten originele snaren aan. Ik zie ook nog een aantal kleintjes. Waar is het mee begonnen? Met die grote of met de kleintjes? Of... Het is met de grote begonnen. En toen zag ik André Dieu op de televisie dat hij zo'n heel klein viooltje had. Ik zeg, nou, dan wil ik er ook wel eentje kleintje maken in een koffertje. Toen ben ik naar die vioolbouwer gegaan en gevraagd, heb jij een klein model dat ik kan maken, zoiets van 25 centimeter lang. En dat heb ik gemaakt, geëmailleerd, helemaal demontabel. Het kan helemaal in onderdelen uit elkaar, de voor- en achterkant is geëmailleerd. En het koffertje heb ik ook van afval gemaakt. En toen kwam eigenlijk een kunstenares uit Den Haag en die vond het zo geweldig mooi en die had er een stuk in geschreven in Amerika in een blad. En dan is heel de wereld over gegaan. En dat vonden ze allemaal geweldig. Jouw kunstwerken of alleen het artikel? Mijn kunstwerken, waar we er allemaal in staan. Een fotoboekje had die mevrouw voor mij gehad. En toen heeft ze daar allemaal foto's in dat blad gezet. En dat kwam in Amerika in Kentucky. En die ging naar alle landen toe. Dus toen kwam de koffertje in 1 keer voor de dag. Dat iets bijzonders was. Ineens wereldberoemd. Ja, en toen werd ik uitgenodigd in Milaan en in Boedapest. En ik ben naar verschillende exposities geweest. En hier in Nederland sta je blijvend, ja, in Ravenstein, hè? Ja, Ravenstein ben ik blijvend. Daar sta ik altijd nog een stuk of 10, 15 stuks. En ja, die vinden mijn werk altijd mooi. En dan kunnen daar allemaal nog bezichtigen. Heb je er al eens over nagedacht waar al dit moois blijft als jij uit de tijd bent? Nou, dat gaat naar 2 kleinkinderen van mij. Die hebben altijd mij gestimuleerd en altijd belangstelling in mijn koperwerk en emalie gehad. En daar is later alles voor die 2. Wim, wij zijn beren trots dat we even bij jou binnen mochten komen. Geweldig, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan.